Net als in elk ander ziekenhuis in ons land hebben ze het bij het Albert Schweitzer in Dordrecht helemaal gehad met de administratieve rompslomp. Meten is weten, dus moet er wel geregistreerd worden wat er gebeurt en wat de resultaten zijn. Maar het kan allemaal veel minder en handiger. De kwaliteitsregistraties moeten minder, maar heel goed zijn. Zodat je ook echt als burger op basis van die indicatoren, die registraties, een keus kunt maken. Hé, dat gaat daar goed of dat gaat daar niet goed. In een vandaag verschenen onderzoeksrapport blijkt dat al dat gedoe de patiëntenzorg nauwelijks ten goede komt. Een gemiddeld ziekenhuis is jaarlijks 1,3 miljoen euro kwijt aan het bijhouden van tientallen kwaliteitsregistraties, keurmerken en patiëntenervaringsregistraties. En dat kost ook zeeën van tijd. Dat betekent dat zij ongeveer 20% van hun tijd bezig zijn met registraties. Dan hebben we het over verpleegkundigen, over artsen en ondersteunende medewerkers. Want er zijn bijna 60 systemen? Ja, bij elkaar doen wij mee aan bijna 60 kwaliteitsregistraties. Keurmerken en kwaliteitsregistraties bij elkaar. Beetje veel van het goede. Het mag iets minder. En ziekenhuizen willen hiervan af. Niet helemaal, maar wel voor een groot deel. De vraag is alleen hoe. Regering en zorgverzekeraars maken immers de dienst uit. Via de brancheorganisatie Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen is eigenlijk nu het probleem ligt op straat. Het ligt in de media, er wordt over gesproken. En die gaan invloed uitoefenen via de Tweede Kamer. En op andere manieren ook naar de inspectie toe en naar het ministerie toe. Om ervoor te zorgen dat die registratielast wat minder wordt. En niet helemaal toevallig praat de Tweede Kamer morgen al over de ziekenhuisregistraties.